Vandaag gaan we voor een lekkere en uitbundige partylook. En een echte partylook mag uiteraard goed shinen. We leggen vooral de focus op de ogen, maar de basis is ook super belangrijk. Nou, de basis heb ik al aangebracht. Foundation, concealer. Ik zet nog even de wenkbrauw een klein beetje aan. Lichte kleur oogschaduw en dan is de basis perfect. Nou, de arcadeboog inschaduwen zorgt voor extra diepte in het oog. En het is het makkelijkste om de arcadeboog aan te brengen met het oog open, zodat je ook echt op de juiste plek zit. Om het oog extra kracht te geven gebruik ik een zwart eyepencil. Je schets je echt tussen de wimperhaartjes. Je mag best een klein beetje buiten de lijntjes gaan. Daaroverheen brengen we nog een oogschaduw aan en zo vervaag je hem weer mooi. Het is tijd om te gaan knallen. Feest, glitters, glans. Weg met moeilijke liquid eyeliners, maar echt spelen met kleur en glitters. Ben je er klaar voor? Ja. Het is echt mega dit, hè? En wat tof is van deze glitter, zeker als je naar een feestje gaat, dat door het licht, dat die glitters nog meer gaan shinen en gaan knallen. Dus dit is echt de topper. Het leuke is wel van dit dat iedereen dit kan. Want het is je vinger, fixing spray, oogschaduw, de opduwen en klaar. Nou, de mascara maakt de ooglook natuurlijk echt compleet. Maar om meer diepte in de huid te creëren en kleur te creëren, gaan we nu aan de slag met een bronzer, een blusher en nog wat extra glans. In principe heb jij niks meer nodig, maar om hem toch nog helemaal compleet te maken, doe ik nog wat op de lippen. En om ervoor te zorgen dat je make-up de hele avond en nacht goed blijft zitten, gebruik je deze setting spray en dit fixeert je make-up. Nou, met zo'n look steel je echt op elk feestje de show, ook als je naar Chantal's pyjama party gaat.